Twee jonge mannen zijn ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Houten. Ze zaten op een scooter die gisteravond is gecrashed op een fietspad aan de Heemsteedse weg. De traumahelikopter vloog uit en landde op een rotonde bij de oprit naar de A27. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hardlopers hebben in Bilthoven geld opgehaald voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Bijna 1300 sportievelingen zijn van start gegaan. Het is de derde keer dat de lenteloop is georganiseerd. De initiatiefnemer is Vincent Cornelissen, die zelf de ziekte heeft. ALS is een ziekte waar nog geen oplossing voor is. En relatief weinig patiënten. Dus er is vanuit bijvoorbeeld de farmaceutische industrie relatief weinig aandacht voor. Er kan niet genoeg aandacht zijn om uiteindelijk te zorgen dat onderzoek gefinancierd wordt en dat deze dodelijke ziekte verdwijnt. In de loop van de middag stond de teller op €175.000. Kastelen in de hele regio openden vandaag hun deuren voor belangstellenden. Ook landgoed Wickenburg in het Gooi bij Houten. Dit landgoed wordt particulier bewoond en is normaal gesproken dicht. Nieuwsgierige aagjes konden eindelijk een keer in het huis en de tuin rondneuzen en de andere kant van de duiventoren bekijken. Want stiekem droomt toch iedereen van wonen op een landgoed met een eigen Engelse tuin. Nee, natuurlijk, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Wij hebben er 6 hectare grond bij die onderhouden moet worden, een hele grote tuin. Het zijn vaak oude gebouwen die restauratie nodig hebben of die niet goed geïsoleerd zijn. Dus daar moet een hoop aan gebeuren. Dus je moet een hoop investeren. Wil je er kunnen wonen zoals we tegenwoordig gewend zijn om te wonen? En dan hebben we het over zo'n €30.000 per jaar aan onderhoud. Zit dat er voorlopig nog niet in? Dan is het nog even wachten tot de volgende open dag. De hockeyers van Kampong hebben hun landstitel geprolongeerd. De ploeg van trainer Alexander Cox won het beslissende duel in de finale tegen Amsterdam met 3-1. Ik denk dat gisteren, maar vandaag helemaal, het is een zenuwslopende wedstrijd geweest. En ik vind het super knap dat wij vandaag onze beste wedstrijd van het seizoen spelen. Dat heb ik net ook in de kleedkamer gezegd. Als je op zo'n moment de beste wedstrijd van het jaar kan spelen, dan neem ik mijn hoed diep af voor de jongens. Doelpunten van de Utrechters werden gemaakt door Luiks, Kemperman en Kellerman. Voor Amsterdam scoorde Pruiser. Wat doet deze landstitel met jou? Veel. Om heel veel redenen. Laten we het eigenlijk niet alleen over mij hebben, want het is een geweldige prestatie voor de hele club, voor het hele team. Maar voor mij persoonlijk is het inderdaad de laatste keer dat ik hier thuis op dit veld speelde. Ik ben hier op mijn 6e begonnen. Ik ben inmiddels 30, dus aardig wat wedstrijdje mogen spelen. En daarnaast is het een bijzonder seizoen voor mij geweest. Omdat ik zo'n 12 weken geleden een harde klap op mijn hoofd kreeg. Een zware hersenschudding daaraan overhield. En dat ik me heel lang heb afgevraagd of ik nog wel op het veld zou verschijnen. Nou goed, dat was mijn persoonlijke noot. We hoeven daar ook niet te lang over te hebben. Dit is iets moois voor de club, voor het team. Het is ongelooflijk lekker. Het is alweer de 8e landstitel voor de hockeyers uit Utrecht. Het weer dan. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt zo'n 11 tot 13 graden. Morgen zijn er vooral in de ochtend perioden met zon. 'S Middags is er in het zuiden van de regio een kleine kans op een bui. Het wordt rond de 25 graden. Ook de rest van de week blijft het zonnig. Tot zover uNieuws. Kijk voor meer nieuws op de website of de app. En ik wens u een hele fijne avond.